Goedemorgen, het is vrijdag 16 januari en het is nu 7:15. Ik ben al sinds 7:15 wakker en ik ben bezig met het bewerken van mijn vlog van gisteren. En daarin bewerk ik mijn buikspieroefeningen en zo. En die voel ik nu ook heel erg, want ik heb ontzettende spierpijn in mijn buik. Maar ik ga vandaag weer mijn buikspieren trainen en ik probeer het eventjes vol te houden deze keer. Dus ik ben benieuwd naar het resultaat. Ik ga nu verder met het bewerken van mijn vlogs en daarna zie ik jullie weer. Ik ga mijn yoga mat even uitpakken. En ik heb een schaar nodig. Ik moet hem niet slopen. Gadverdomme. Super. Mijn kleurtje, die ga ik zo meteen meenemen naar beneden en dan mijn buik trainen. Ik ga nu weer mijn buikspieren trainen op mijn nieuwe yogamatje. En ik heb nu al spierpijn, dus dat gaat leuk worden. Hier? Oh, dan moet je mijn benen vasthouden. Doe maar, dan moet je naar beneden duwen. Hoezo? Goed strak houden, gewoon knijpen in mijn voeten. Ja, joh! Dat is goed hoor. Wat is dit? Goed kracht zetten op mijn voeten. Oh. Ik kan niet meer. Weet je hoe zwaar dit is? Want hoor ze dat je niet meer kan, gewoon op je tafel. Jezus. Wil je ook eens? Nee, ik niet. Hoor. Nee, maar niet. Oh. Nog 10 keer zo erg. Hoe erg? Dus daar kan je niet eens meer bukken. Oh, hey, is dat ding van papa en mij ligt daar, die we toen in de put hebben gegooid. Drie. Inademen als je naar beneden gaat en uitademen als je naar boven gaat. Acht. Je moet je benen aanspannen, ik heb veel meer. Dus je haalt 20% uit je benen. Ik kan niet meer op 10. Op 10 kan ik gewoon. Ik kan ook wel ver, dus ik maak maar twee. Ik ben weer klaar met het trainen en ik ga nu douchen en aankleden en daarna bezig met artikelen schrijven en zo. Nou, ik ben gedoucht en half aangekleed, want ik heb ongeveer een half uur voor mijn kast gestaan en ik weet gewoon niet wat voor trui ik aan moet trekken. Maar waarom is dat zo moeilijk? Ik ben toch de hele dag thuis en
Dan nog vind ik het hartstikke moeilijk om iets uit te zoeken wat ik aan moet trekken. Want ik heb hier veel te veel kleding natuurlijk. En ik heb ook heel erg honger, dus ik denk dat ik eerst maar ga eten. Want anders word ik best te grijnig als ik honger heb. Dus ik ga naar beneden toe eten en daarna verder kijken voor kleding. Ik ga 2 broodjes met kaas en een magnetron doen en dat wordt dan mijn lunch. Nou, ik heb maar even snel een shirt uitgekozen, want ik kwam er gewoon echt niet uit. Dus ik heb gewoon een simpel shirt met streepjes daarop aan. Ik ga nu mijn haren feunen en daarna even met mama praten en dan vlogs bewerken en artikelen schrijven over producten die ik heb ontvangen van bedrijven. Vlog nummer 32 is bijna klaar met uploaden. Nou ja, bijna. Het duurde in het begin ongeveer 360 minuten. En nu nog 85 minuten. En hij is voor 82% geüpload. Dus dat duurt niet zo heel lang meer. En die komt dan zondag online om 6 uur 's ochtends. En ik ben ook foto's aan het bewerken. En, want ik moet nog een aantal reviews schrijven. Onder andere van producten van Rizzo, van Kuhl. En nog van Aveda in Zwitserland. Dus van alles te doen. Een druk en productief dagje vandaag. Mijn vlog is inmiddels geüpload. En ik wacht nog even tot het plaatje erbij komt te staan. En dan ga ik verder met mijn lijstje met to-do dingen. En ik ben ondertussen ook bezig met de planning van mijn blog. En ik heb al de 19e, de 20e en de 21e volgepland. En nou moet ik nog artikelen gaan schrijven voor de 22e, de 23e, de 24e en de 25e. Dus ik heb nogal wat te doen vandaag. En ik heb alweer een artikel klaar. De fotoweek nummer 3. En ik heb de action toppers al klaar. En ik ga nu weer verder met mijn lijstje. Ja. Waarom? Kijk. Oké, is goed. Hoi. Ik ben vandaag echt aan het multitasken, want ik ben nu het artikel aan het schrijven over de nieuwe producten van Gull. Ondertussen bewerk ik mijn vlog van gisteren. Ik bedoel van vandaag, daar bewerk ik alvast een gedeelte van. En ik ben muziek aan het luisteren, maar die heb ik nu eventjes op pauze gezet. En die is nu dus helemaal weg van mijn scherm. Ook leuk. En ik ben bezig met mijn planning, dus ik ben echt aan het multitasken vandaag. Ik moet mijn kwasten gaan wassen, want ze zijn echt vies, vies. En die wil ik niet zo meenemen in mijn toilettas. Dus ik ga ze eventjes wassen met baby shampoo. Ik ga even wat water erop doen, zodat ze een beetje nat worden en dat het meeste vieze er al af is. En daarna ga ik ze wassen met deze baby shampoo. Oké, mijn kwasten hebben echt een opfrisbeurt nodig. Moet je kijken hoe vies dat water is, man. Ik zie nu pas dat de kwasten weer wit zijn, want ze waren zo. Nou, die is ook nog best wel wit. Zo bruin waren ze. Bruin zelfs. Nu worden ze weer schoon. Mijn kwasten zijn weer schoon en ze ruiken heerlijk fris. Nu moet ik wachten tot ze gedroogd zijn. En nu zie ik dat mijn contour blusher brush van de HEMA kapot gaat. Mijn ouders hebben net boodschappen gehaald en ze hebben weer deze lekkere salade gehaald. Dus bij de Lidl. En we gaan broodjes eten en zalm. Zo, het eten is op en ik ga nu eventjes naar zolder een tas pakken en daarna mijn tas alvast inpakken voor morgenavond. Dus dan heb ik dat maar klaar. Ik ben eventjes aan het kijken welke kleding ik aan doe, dus ik ben de kleding aan het passen. En ik ga zo meteen mijn onesie aantrekken, want ik ga toch verder niks meer doen vandaag. En ik heb heel veel kleding ingepakt, dus
Ik ga zo mijn onesie aantrekken, want ik begin het best wel koud te krijgen door zo te lopen. En ik moet ook nog een aantal dingetjes inpakken. Maar dat ga ik zo meteen doen als ik mijn onesie aan heb. Ik heb mijn tas zo goed als ingepakt en ik heb mijn onesie aangetrokken. En ik ga zo meteen mijn make-up eraf halen, want daarna kan ik mijn make-up eraser schoonmaken met baby shampoo. En dan is hij gewoon schoon wanneer ik het weekend weg ben. Dus dat ga ik eventjes doen. En het is 12 uur en het is inmiddels tijd om naar bed te gaan. Ik ben best wel moe en ik heb morgen ook een lange dag dat ik moet werken. Dus ik ga nu slapen en ik zie jullie morgen weer. Doei!